Onderzoekers van Tilburg University zoeken nabestaanden en verhalen van omgekomen studenten en medewerkers in de Tweede Wereldoorlog. Maandag 11 mei is de officiële heronthulling van de gedenkplaten van de slachtoffers tijdens de academische herdenking in het Kobbenhagengebouw. Het onderzoek is onder andere gericht op de bewustwording en actualisering van de geschiedenis. Het doel is om duidelijk te maken voor welke keuzes mensen gesteld werden op het moment dat hun vrijheid werd afgenomen in de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn natuurlijk situaties in oorlogstijd waarin die problemen, dus de vraag van wat is keuzevrijheid voor mij, wat doe ik als de vrijheid van mezelf of van anderen op het spel staan, wanneer is een keuze goed, welke waarden laat ik me leiden in het maken van een keuze. En we willen eigenlijk kijken van hoe die vragen toen beantwoord werden en hoe wij die kunnen terugkoppelen aan de problemen en de vraagstukken en dilemma's waar studenten van nu zich mee geconfronteerd weten. Tijdens de academische herdenking zijn onder andere nabestaanden van omgekomen studenten, familieleden van Martinus Kobbenhagen en leden van de universitaire gemeenschap. Maandag staan vooral de omgekomen studenten in de aandacht. Er zijn binnen de hogeschool destijds in 1946 gedenkplaten onthuld. En die gedenkplaten die willen we nu een waardige plaats geven binnen het Kobbenhagengebouw van de huidige universiteitscampus. En die platen gaan behangen achter het borstbeeld van professor Martinus Kobbenhagen, een zeer belangrijke hoogleraar ten tijde van de oorlog, die de studenten destijds met raad en daad terzijde stond. De onderzoekers werken nog toe naar een boek met verhalen over de omgekomen studenten, maar ook naar een digitaal monument. Hier worden verhalen van studenten van nu en vroeger samengebracht in de zogenoemde Community of Memory. Wij verwachten dat wij in het komende jaar zullen gaan verder werken aan een boek. Een boek over de omgekomen studenten van destijds, maar waarin ook het verhaal van nog een nabestaande en misschien wel meer nabestaanden ter sprake zullen komen. En bovendien willen we daarnaast ook toewerken naar een digitaal monument op de campus. En dat zal waarschijnlijk in het komende jaar zijn beslag gaan krijgen.